Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. Vandaag bij R4 Motors de Kymco DTX 360. Ja, dat ding is eigenlijk niet normaal. 28 pk, 5700 euro. Ik heb hem ook nog eens een 125 zelf, de grote. 14,5 pk dan, 900 euro goedkoper. Dus het maximum eigenlijk wat ze wat mogen. Telescopische voorval ook wel, maar wel tof schijframmeke van voor. Janten, also dat trailachtige een beetje. Heel cool gedaan. Progressieve verkjes. Alles LED. Ook met een transponder in. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg tof. Het bekken is zo wat gelijk of een Tiger. Of een kleine GS. Dat kunnen we er een beetje in herkennen. Handguardjes. Verstelbare levierkes. Alles hydraulisch. Ja, het is gewoon eigenlijk knap hoe dat hier in stikt. De rempartij. Hier. Stalen remleidingsjes ook weer. Radiatorken. Dan met een guardje ervoor zit. Twee guards eigenlijk. Ervoor. Geen rijmodi. Wel dat je de tractiecontrole kunt afzetten bij dat ding. Dus dat was echt wel zot. LED-verlichting. Hier. Om een keer even het contact te zetten. Displayken. Ook echt heel zot. Achterlichtje, de pinkertjes en zo. Echt heel wijs gedaan. Met een boxje zij, potje. Ja. Helemaal naar rechts kun je het klepje open doen. Voor hier. Dan kun je ook nog een keer. Wacht eens. Je kunt de klep als helemaal naar links. Kunnen de koffer ook open doen. Dat is met een pompje. En met een verlichtingsje, dus voor in de donkere momenten. Echt wel ideaal. Enorm groot ook. Hier zit een bakje. Dat heel groot is. Dat je gemakkelijk je smartphone in kunt zetten. USB laadpuntje. En deze die gaat ook samen op slot. Met het stuurslot. En dat gaat eigenlijk als volgt op. Dus helemaal naar links. Hup. Zo. En dan gaat het gewoon weg. Maar als je de rem en de startknop en de transponder hier, dan zet hem terug vrij. Dan kun je hem terug aanzetten. Dan kun je de transponder in je zakken steken en je klaarmaken om te vertrekken. Ook heel tof van voor. Het is wel een vast ruitje, kun je niet instellen. Hoe dat van voor met die dagrijverlichting, die V, dat is wel heel cool. Sound is ook zeker niet slecht. Dus hier hem kunnen inhouden. Start. Kijk, dan zie je de verlichting iets beter. 4 pinkertjes zitten er ook op. Wat was in deze, dacht ik. Dan, ja. Gewoon weg de display op zich. Dat is al heel tof gedaan. Je ziet alles wat je moet zien. Zadel. Heel erg breed, comfortabel. Voor de passagier uitklapbare pootjes. Even met een middenbok doen. Als je hem op zijn zijpoot zet, gaat hem natuurlijk uit. Het is wel gemakkelijker voor op te stappen. Hup.
En met zijn vermogen, dus ook ja, automatiek, marcheert direct. Hè. Goeie zichtbaarheid in de spiegeltjes. Om eens rijden. Hè. Om een ook wat verstellen. Voilà. Zithouding ook heel erg comfortabel. Schoon recht, ondersteuning in de rug. En vanaf dat hij boven de 4000 toeren gaat, begint hem echt goed te trekken. Kijken dat je eigenlijk met van vermogen en zo, dat je direct in de geburen zit van de Vespa 300. Ook weer iets heel behendig, hè? Hey. Gewoon met je ene vinger op dat stuur. En je kunt zo licht ermee bougeren. Of naast hindernissen rijden. Voor het stadsverkeer is dat echt iets gestoord, hè, deze weer. Echt een Hanze, nee, wel echt een fucking goede smaak altijd. En dan de 125. En dat dan ook nog een keer. Maar gelijk, deze is een directe concurrent voor de C400 van BMW. Zelfs van styling vind ik dat hij redelijk dicht in de geburen komt. Alleen dat in deze wel tof met die display en zo. Ik weet niet of we dan met de GoPro wat kunnen vaststellen. Nee, ik vind dat echt wel geslaagd. Het weer met een batterijmeterken, hè, dat je weet dat daar niks aan is. Dat ding rijden weer tof, hè. Ook voor je voeten te zetten. Je kunt dat zo wat meer naar voren. Je kunt die helemaal van voren zetten. Ga zo wat lange afstand doet. Maar echt, zelfs in een bocht liggen die hier met te spelen, hè? Ja, dat is echt fun. Dat is weer zoiets in de lagere klasses. Ook weer A2. Maar zet hier een tof demperje op. En je zit weer à la type X-Max. Hè. Maar je gaat enorm rap mee met verkeer. Hey, manoeuvreren. Remmen. Terug weg.
vrij geestig voor mijn terrein. Die grip dat je hebt, als je de tractiecontrole uitsteekt, kun je een burn-outje doen, kun je een keer een slide doen. Maar zot wat dat je in die bak kwijt kunt. Dan probeer een balans houden. Ah, ze is te droog. Nou, doe eens. Hier, hè? Dat was sportief. We moeten ons daar wel draaien. Ook omdat hij zijn kracht opbouwt, heb je niet dat doorspin effect vanaf dat je vol gas gaat eigenlijk. Ik zeg nu niet dat je dat direct achter een bocht doet, dat je geen rare dingen voor hebt. Maar gelijk of hier, hup, knik knik. Je kunt schoon je uitdraai ook benutten. Je kunt heel gemakkelijk met twee. En je zegt van ja, zondags ik ga gerne als je een tour kunt doen. Maar weer, ja. Super compleet, hè? En er zit nu geen handvatverwarming op. Maar zet dat er nog eens op voor in de winter door te rijden. Je hebt je handguardjes die dan functioneel zijn. Je zit goed beschermd. Je zit meer dan vlot genoeg. Ook bij regenweer en zo. Je zit wat meer beschermd. Je kunt er een groter ratje op zetten als je wilt. Als je nu echt zegt van ik wil echt helemaal uit de elementen zitten. Maar ik zou het zelfs durven. Als je zo een vuil wegje tegenkomt, zou ik er eigenlijk niet schouw voor zijn voor er een keer eens door te gaan. Zo. Ja, met dat blauw opgelicht dat zo, in het donker, dat is wel interessant. De veling is juist goed, filtert genoeg weg, is hard genoeg, maar toch comfortabel. En door zijn vermogen, ah, tja, ja, komt niet. Geen te zeggen, je kunt er al gewoon mee tussen knikken. Ah, doe me dan met juist hier. Maar we wel pech. We moeten ons even aan de kant steken. Heel erg controleerbaar, heel behendig, gewoon echt veel plezier.
Je kunt er dus nog een beetje mee spelen met dat gas. Ik heb mijn plezier hier wel weer op, ze. Vroeger als motar was ik er allemaal zo mee aan het lachen. Oh ja, die scooters, die scooters. Maar eigenlijk, gewoon voor mij te rijden of voor bij te hebben, dat is echt wel fun, ze. Dat kind zal ze terug gaan naar boven, hè. Ook dat spelen en zo. En je zegt geen zotte dingen aan het doen, hè. Maar ik vind dat vrij leuk, door zijn vermogen, dat je zo juist wipjes maakt, hè. Dat dan juist uit die vering wat komt, dat zo. Ja, dat vind ik vrij geestig, hè. Toch een beetje achteraan. Kijk maar, we zijn tegen 30, hè. En hop. Knik, knik. Over in het verkeer te gaan. Je hebt echt wel veel mogelijkheden met dat ding, hè. Je kunt ook alles wegsteken. Maar weer heel erg licht. Maar ook al in een stilstand. Dat ding voelt niet zwaar aan, hè. En het is als juist van grootte. Niet te groot, niet te klein. Toch heel comfortabel. Goede ondersteuning. Controle. Ja, je dan zegt van, oh nee, shit, moet hier het zijn? Ik wil dat nog eens checken. En het verkeer. Ze zijn wel echt rap enorm veel plezier aan het maken. Ik vind het echt tof, die sound, die past echt wel met dat karakter. Het zou nog iets luider mogen, maar ja, het is wel echt leuk. Hey, hier dat knikje. Hoppa. Hey, terug. Hup. Je hebt heel rap echt enorm veel controle. Even te draaien ook echt. Ik heb wel meer plots nodig als met de sportpillen. Maar nog echt kort, hè. Maar je zit hier echt direct zoveel plezier mee aan het maken. Goed jongens, Maximum Motorcycle Channel out. Ladders, see you next time.